Ja, de Euromos, ja, 1960 voorjaar. Was ze erbij? Ja, zeker, zeker. Die werd toen met de glijbekisting gebouwd. Nou, dat was maar wat, zeg. Wat is een glijbekisting? Ja, dan kon je dus, als je goed ging kijken, dan zag je aan het eind van de dag dat ze een stukje hoger waren. Konden ze in recordtijd die paal neerzetten. Ah, ja. En die begonnen ze, er werd steeds bij, weet je wel, een bekisting en dan pleurden ze beton in. En dan ging hij weer een eindje naar boven en, dan, en zo ging dat. Oké. Okay. Ja. Hey, die Amsterdammers die worden altijd, als het over culturele zaken gaat, worden die als eerste genoemd. Ja. Is dat terecht? Volgens hun wel. Nee, maar dat, ja, dat is nou eenmaal zo. Daar zitten die gasten, ja, dat zijn niet zozeer de cultuurmakers als wel die mensen die er omheen, weet je wel, en die dus... De subsidieverstrekkers. Nou ja, subsidieverstrekkers en dus ook de prijzencolleges en de weet je wel, dat wordt allemaal een beetje onder elkaar... De grachtengordel. Ja, voor mij is het geen... Niet moeilijk kiezen. Ik bedoel, Rotterdam is een leukere stad dan Amsterdam, ja. Een andere stad dan Amsterdam. En zo moet het ook blijven. Oh. Hè? Oh. En dat is toch terecht, want iedere stad heeft als het goed is toch zijn eigen karakter, weet je. Oh. Eigenlijk is dat altijd dat vergelijken. Is een soort van, ja, dat is natuurlijk een onbegonnen zaak. Want hoe zou je nou de ene stad met de andere stad kunnen vergelijken, omdat steden verschillen van elkaar. Er heerst hier een ander levensgevoel dan in Amsterdam. Ze zeggen die Rotterdammers hebben toch weer meer zelfspot dan bijvoorbeeld Amsterdammers. Ja, dat is het wel een beetje, weet je wel. Een lol maken om een ander, maar oh wee, als je een koekje van eigen deeg kijkt. Dat is Amsterdams. Ja, 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 dat is Amsterdams. Dus dat is een... Ja. En dat word je ook zo ziek van, want ja, volgens Bartje... De wieg van de humor staat natuurlijk ook in Amsterdam. Dat, ja, Amsterdamse humor, nooit je lepel in de breip. Ja, pleuter op. Ja, toen weer met die André Hazes. Ja, die doet het ook hier ook goed hoor. Want dan moet je die gewone Rotterdammers eens om vragen. Wat ze over André denken. Nou, die kent geen kwaad hoor. Vooral niet sinds hij dood is. Nee. Maar... Ja, opvallend is wel dat Rotterdammers die naar Amsterdam verhuizen, zoals André van Duin, blijven toch Rotterdammer. Maar ik ken... Maar die woont in de Vecht, aan de Vecht. Nee joh, dat was 100 jaar geleden. Nee, maar die paardenlul van, hoe heet die, Paul de Lul, die woont ook in Paul Amsterdam. Paul de Lul, die woont in Amsterdam. Ja, dat is zogenaamd ook Rotterdam, maar die komt godverdomme uit Capelle, geloof ik. Ja. Waarom zou je in zo'n klein kutlandje van de ene stad naar de andere verhuizen? Als het, ik bedoel, op een steenworp afstand van elkaar. Ik bedoel, dat, ja, het is iets met, maar die rivaliteit tussen die steden, oké, okay, ja. Ik vind wel dat moet je ook een beetje in stand houden en koesteren als toeristische attractie. Ja, en als humor natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hey, en dat, als je het maar niet ernstig gaat nemen, nee, weet je precies. Ben jij getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd, maar ik ben wel 40 jaar met dezelfde vrouw. Hoe heet ze ook weer? Annemarie. Hè? Huh? Annemarie. Nee, maar je zegt iets anders altijd. Volk. Nee, AC. AMC. Ja. AMC. AMC. Waarom is dat? Nou, ze heet AMC, dat zijn de initialen. Oh, oké. Okay. AMC Volk. Nou, jij denkt gelijk aan het AMC. In Amsterdam. Ja. Het ziekenhuis. Ja, nee. Dat heet hier trouwens EMC. Ja. Hey, en je hebt een dochter? Ja. En die heet Ari. Ja, die heet Ari. Waar is een jongensnaam? Nou, als je de E eraf houdt, wordt het een meisje genoemd. A-R-I. Oh ja? Ja. Het heeft niks met... Nou ja, zo schrijf je mijn doktersnaam ook. Dus, maar verder hebben wij hebben financieel of geldelijk of niet, zijn niet in deze kroeg geïnteresseerd. Oké. Okay. Ik bedoel, het is van een vriend van mij. Ja. En die zei op een gegeven moment, ja, we willen die zaak, we willen het eigenlijk noemen. Heb je daar wat tegen? Ik zei, nou, ik heb niks tegen.
Dus, Maar dat moet een kanje van een vrouw zijn die dat 40 jaar, hè? Met jou volhoudt. Nou ja. We zijn dan een kanje gedaan. Ja? Zij is de koorbouwer, hè? Ja, zij is kunstenaar. Kunstenaar, ja. Oké. Maar onder, in theatertoestanden, ja. En jij bent een bijzondere man. Ja, maar zij is net zo bijzonder als ik bijzonder ben. En dat zijn de moeilijkste mensen, maar die Polen die vinden elkaar goed. Ja, goed, Jezus, ik bedoel, het gaat ook gepaard met, ik denk, zoals ieder leven, toch met ups en ook met ups en downs, weet je wel. Ja. Maar ik bedoel, het is niet zo dat ik, weet je wel, ik zomaar eerlijk gezegd allemaal een beetje aan mijn regels. Weet je wel. Wat? Ja, nee, ik bedoel. Wat? Ik zie geen reden om, ik kan me de tijd niet heugen dat ik me eigenlijk niet goed voelde. Prachtig, toch? Ja. Kijk, neem van mij aan dat Nieuw Amsterdam vele malen mooier was als de Rotterdam. Oh ja? Ja. Want dat was natuurlijk het vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn. Ja. En dat was ook waar een hele cult ook is over de Nieuw Amsterdam. Dat heette de Nieuw Amsterdam. Dit schip is toch ook de trots van Rotterdam? Dat is omdat ze de Nieuw Amsterdam niet meer hebben. Ah, okay. Dus dit laten mij, ik bedoel, kijk, dit was natuurlijk de laatste, weet je wat, een moderne. Kijk, de Nieuw Amsterdam was van 1938. Ja, ja. Dus, en die was, ja, die heb ik nog wel een aantal maanden maar uitzien varen. Dat was altijd een gebeurtenis hoor. Drie sleepboten ervoor, drie erachter. Ja. Toen kwam dat los van die Wilhelminakade en dan ging dat zo. Die waterweg op, ja, dat was een plechtige moment. Die afvaart van die. Maar ja, dat mis je nu ook natuurlijk, weet je wel. De Wilhelmina, af en toe komt er zo'n cruiseschip, maar dat heb geen tyfus meer. Kijk, de Nieuw Amsterdam en deze ook in iets mindere mate, maar toch ook nog aanvankelijk, waren lijnboten. He, die mensen zaten toch, weet ik veel, twee weken of weet ik veel hoe lang ze erover deden. Zaten ze. Ja, op zee. En mij is verteld dat Duke Ellington hier nog op het schip is. Nou, daar is mij niets van bekend in ieder geval. Ja. Wat met mij verteld. Wat is dan wel het verhaal? Nou, dat je natuurlijk orkest had op die schepen, weet je wel. Die naar de overkant. Dus, ja. En daar hebben we een aantal jazzmuzikanten wel. Oh ja? Daar om de broden in de orkesten speelden, weet je wel. Maar waren dat Rotterdammers dan? Of ja, ook Rotterdammers, ja. En zeker. Amerikanen? Ja, Rotterdammers voornamelijk. Oh ja? Ja. Heb jij die gekend? Piet Noordhaak? Nee. Ome Piet. Wie was ome Piet? Piet Leblanc. Okay. Dat was een snabbelaar, die ook al voor de oorlog. En die heb veel op die, ook Tony Viola, noem maar op, ja. Die gasten die speelden in die orkestjes hier. Die speelden commerciële dansmuziek voor die passagiers. Ja. Zijn we het besteld? Namens de SS Rotterdam willen wij het laatste stukje spartagras aanbieden. Vorige week opgehaald. Er zijn heel wat trainers en wat minder resultaten dit jaar meegemaakt. Maar we willen aanbieden aan u. Van het meen je dat nou? Alsjeblieft. Schoffen. Wat is dit dan? Dat is een stuk uit Sparta terrein. Sparta gaat kunstgras namelijk. Oh, wat leuk. Hé, wat grappig. Dank u. Kijk. Die gaat de tuin in, hè? Ja. De deelde tuin. Ja. Nou, die gaat verzorgd worden. Mooi. Leuk. Die ga ik straks gelijk. Gaat in de tuin? Ja. Veel water geven. Ja, een beetje water. Ja, Een beetje die honden erop zeiken. Ja, tuurlijk. Ja.
Dat was dé club van Rotterdam. Toen kwamen later dat Feyenoord naar, dat vonden ze maar een beetje upstarts, weet je wel. Dat je, ja, bij de stijl. Ja, zo is dat gekomen. Maar die hebben natuurlijk zwarte overvleugeld. Dus daar zit, vroeger was Feyenoord de belangrijkste tegenstander in de competitie, weet je wel. Ja. Maar wat heeft Sparta nou, waarom ik moet begrijpen dat jij een Sparta-aanhanger bent? Ja, kijk, je hoeft er verder niet over te beginnen, maar mijn vader nam mij toen ik 4 was mee naar Sparta. Ja. Dus ja, dat is Spartaan, toch? Ik heb natuurlijk, menige Sparta-Feyenoord meegemaakt. En die rivaliteit tussen Feyenoord en... Oh! Hans? Bedankt, hè. Sparta. Ja, nee, oké. Okay. Hey, okay. Dat is van de vorige eeuw, hoor, jong. Ja, ja, dit ook. Dit ook. Ja. Hey, dag. Dag, Hans. Bedankt. Auschwitz. Ja. Hij was op een gegeven moment getrouwd met een meisje die kwam uit Auschwitz. Dus hij ging ieder jaar op vakantie naar Auschwitz. Dus dat klinkt goed. Ja, maar hij heeft daar een heel onderzoek ingesteld, want hij heeft beeldend kunst en daar heeft hij dit boek over gemaakt. Ja. Hier heb jij op school gezeten. Reken maar van yes. Ja. Toen je er al wat haar op kreeg. Vijf jaar. Hè? Toen je er al wat haar op kreeg, toen ging je naar deze school. Ja, 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 ja. Oké. En dat is de. Dat was de Willem de Zwijger HBS. Nee, het is de Islamitische Universiteit. Ja, dat is het nu. Maar is dat daar waar je die diploma's kan kopen? Is dat die school? Absoluut niet. In die tijd werd dat nog niet gedaan. Nee, nee, nee. Nee, dat is ook niet. Nee, dit is niet. Nee, dit is weer. Dit is niet Ibn Galdoen. Nee, joh, dat maakt me ook geen reet uit. Het is in ieder geval nog steeds een school. Ja. Ja. Maar dit was universiteit? Nee, dat was een hogere burgerschool met twee O's. ABS. Ja. Ja. En dan zat jij. Waarom was je hier naartoe gegaan? Omdat je zulke goede cijfers had. Omdat het een hele goede school was. Ja. Maar daar moest je nog toelatingsexamen doen, ja, toch? Ja, maar jij was van de lagere school afgekomen met hoge cijfers. Nou ja, die had je toen nog niet. Ja. Maar er werd dus wel van de zijde van die school, kon ik dus volgens die kon ik naar de middelbare school, naar de HBS. Ja. Maar dit was toch vrij ver van Overschie af? Ja, ja, ik bedoel, in Overschie had je geen middelbare school. Nee, natuurlijk niet. Kijk, hier kwam ik ook gasten tegen die, weet je wel, die over bepaalde dingen hetzelfde dachten. En ook jongens die van jazz hielden en zo. En dat kwam hier op de. En ook andere jongens die ook gedichten schreven. Die kwamen hier tegen. Ja. Dus dat, wij waren een soort van voorhoede. Ja. Er was natuurlijk ook de groene gemeente, ja, die waren ook allemaal la la la. Maar ik bedoel, wij waren dissidenten, zoals het heet. Ja? Er zijn ook talloze pogingen vanwege de directie van de school om mij van die school af te krijgen. Oh, maar, ja. Maar ja. Hoe ging dat dan? Omdat ik me tegen dat gezag verzette van die school. Ik ben ook niet in dienst geweest. Niet? Nee, 24 uur. Ben ik in dienst geweest. Toen was ik weer terug. Ongeschikt voor alle diensten was ik ook voor de BB. Nee, jongens zoals ik hoorde daar niet thuis. Nee, ik ben op de Romulaar, hè, ging ik daar naartoe in dienst. Op de Romulaar, dat was een hoesmiddel. En daar moest je alle 20 tegelijk innemen, wist ik alleen. Operatie Stonehenge. Ik had een heel verhaal met haar gedraaid en ik had allemaal amuletten om en zo. Lang haar natuurlijk. Ik zag eruit als een zwerver. En een netje met boeken bij me, met Marquise de Sade en geesterij geestenbezwering en Allen Ginsberg zat erin. Ze dachten dat ik knettergek was. En toen kwam het leger je halen. En toen kwam ik op een gegeven moment een Volkswagen busje hier. Ik moest ik er dus mee. Ja. Die gozer probeerde mij, weet je wel, die probeerde een gesprek ook, die chauffeur. Maar ja, ik gaf er een sjoegen. Ik denk, ja, pleurt op. Weet je wel, ik bewaar mijn woorden liever als ik die
ja, die commandant tegenwoordig. Ik begon eigenlijk een beetje daar ook naar het treffen te verlangen, eerlijk gezegd. Ja, ja. Maar goed, die man die stond binnen 5 minuten, was hij paars van woede. Oh. En die, weet je wat, en ik zag zo, door de dingen die ik zei, weet je wat, hij spookt zijn hart bijna uit. Dus ik werd in de nacht in de cel gestopt. En de andere dag naar de districtpsychiater. En toen heb ik bij de DP de kaart op tafel gelegd. Dat het zo was dat ik kijk, dat ik 2 jaar dienst, nu zich net enige lijn in mijn leven begon af te tekenen, want zo was het ook. Dan zou ik niet goed terechtkomen, weet je wel. En dat ik aan zich op het leger niks tegen had, maar dat ik er ook niet geschikt voor was, weet je wel. Nou, en toen zat hij een tijdje, kijk, en toen zei hij tot mijn onuitsprekelijke opluchting, ja, daar heb je gelijk in. En ik moest op uitdrukkelijk bevel van de commandant onverholen maken dat ik wegkwam. En een vrij vervoertje lag al op me te wachten bij die jongens zoals jij, hoor, die niet thuis die rooster. Ja. Precies 24 uur later stond ik hier weer. Ik werd op een gegeven moment naar huis gestuurd, want had hij aanmerking op mijn haar, want ik had een kop als een gedegenereerde Romeinse keizer. In die tijd had je van die sloppentruien, had ik een paarse trui aan tot mijn knieën, weet je wel, had mijn moeder gebruikt. Ja. Maar er was hem ook een doorn in het oog en toen werd ik naar huis gestuurd en toen kwam ik thuis en zei mijn moeder was stand. Ik zei ja, ben naar huis gestuurd en dat. Ik heb een kop als een gedegenereerde Romeinse keizer en die paarse trui beviel hem ook niet. Nou, mijn moeder belde gelijk de school op. En die directeur, ja dit en dat, ja nee, ja, kop als een Romeinse, ach zegt ze meneer, de een heb een kop als een gedegenereerde Romeinse keizer en de ander heb een kop als een Papua, zei ze, want die roos had zijn kroeskop. Waarom hebben ze jou altijd de nachtburgemeester van Rotterdam genoemd? Die is mij gegeven door, die Hans Citroen die het boek kwam brengen, hè, daarnet. Ja. En dit speelt zich dus af in de 70 jaar, begin 70 jaar, die op een gegeven moment tegen mij zegt, oh, Jules, weet je hoe ze jou noemen? Hij zegt, want ik was laatst bij de fietsenmaker daar en daar, in een van de fietsenmaker in de zijstad van de Kruiskade. Daar was ik laatst en toen liep jij voorbij en toen zegt die fietsenmaker bij mij, kijk, daar heb je de nachtburgemeester van Rotterdam. Zo is het gekomen, dus bijna mij door een fietsenmaker gegeven. Oh. Kijk, iemand die niet tot de verbeelding spreekt, die krijgt ook geen bijnaam. Dat is zo. Ze zeggen tegen mij altijd boerenlul. Maar er zit ook wat in als je in Nunspeet woont, ja. Mm. Dan krijg je toch iets. Ja. Dan moet je niet raar opkijken. Nee. Ja. Nou, dit is beter als je. Kijk, je weet het in een Harderwijker, weet je wel. Kijk, gerookt of gebakken valt een Harderwijker best te makken. Maar niet in Rotterdam. Daar is en blijft het een boerenlul die moeilijk van zijn poen af kan. Wat is dat? Ja, dat zei vroeger mijn vader, die gozer van Harderwijker. Dat was een boerenlul, een gierige boerenlul. Dat was in Rotterdam een Harderwijker, maar dat is een vis. Het gebouw zelf is prachtig. Ja, zeker. Ik denk, wat zal dat zijn dat met die pilaren daar? Het is echt wel een mooi gebouw. Hey, maar zo mooi dat het jou tot een gedicht heeft of niet het gebouw dat je geïnspireerd hebt? Nee, de Hogere Burgerschool, ja. Ja, wat is dat voor een gedicht? Nou, dat is het onveranderlijk gefriemel in portieken onder bruggen, feestjes met rood kreppapier en meisjes uit de Rissé, Loesie, Rene, Riet en Kobi, na je deden ze nog niet, dat kwam pas in de vierde. En de directeur maar schelde op je blauwe zwerde schoenen en de vage schaduw op je bovenlip, die soms met oogpotlood werd aangedikt. We schreven 1959 en natuurlijk stond ook toen het einde dingen vast. Anderen zagen het minder zwart. Talrijk waren de schandalen, alom vloeiden liefdestranen, terwijl er soms berichten kwamen van een bleke zittenblijver die zich verhangen had of in de nabijheid van een Oostenrijks gehucht was doodgevallen.
Dat is een goed gedicht, dat weet ik zeker. Ja, dat ken ik, zal ik, zolang al ben ik dadelijk 96 of zoiets, ken ik dat nog uit mijn hoofd, ja, tuurlijk. Maar je kent er honderden uit? Ja, ik ken er wel een aantal uit mijn hoofd, ja. Ja, ja. Maar dat is toch onmerkelijk? Nou ja, het is makkelijk ook wel, ja. En dicht je nog veel op het ogenblik, of? Nou, laten we zeggen met nog regelmatig. Ja? Ja. Toch een beetje tussen de bedrijven doorlopen. Dus, ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik ga er niet voor. Dat valt je, dan valt je wat in. En ja, god Jezus, ik heb er ook geen. Ik kan je daar ook geen scenario voor geven. Nee, nee. Van hoe dat in zijn werk gaat. Nee, eigenlijk niet. Heb je nog grootse plannen, Jules? Of, grootse plannen? Doorgaan met ademhalen. Verder zou ik het niet. Maar ik bedoel, met alles. Ja, blijven optreden en. Uiteindelijk, wat zou mooier zijn dan in het harnas te sterven? Hè? Nou, ik moet zeggen, die gedachten over sterven en zo zijn verre van me. Ik bedoel, maar goed, kijk, je moet reëel zijn. Kijk, ik heb meer achter de rug dan voor de boeg. Dat kan ik toch veilig stellen. En ik bedoel, dat is toch alleen maar reëel. Het zou toch te gek zijn als je dat weet. Dus oké. En ik kan zeggen dat ik, als ik morgen de pijp uit zou gaan, zou ik niet, zou ik niet ontevreden op mijn leven terugkijken. Weet je? Nee. We zouden boven niet zeggen van u heeft uw leven verspeeld, nee. Meneer Deelder, want u heeft niets meegemaakt. Nee, daarom. Dus oké, weet je wel. En dat is toch, en ik heb, ik weet ook zeker, ja, ik bedoel dat je fouten maakt, ieder mens maakt fouten, maar... Ik weet toch zeker, in ieder geval voor mezelf, dat ik heb wel een aantal dingen meegedaan, maar ik heb op mijn voorwaarden en ik heb nooit mijn ziel verkocht, weet je wel, nee. Nou is het kenmerk van 70-jarigen heel vaak, dat ze steeds vaker beginnen te lullen over het verleden. Ja, en daar ook in leven, maar dat heb jij, heb ik de indruk toch niet? Nee, je hebt natuurlijk wel een verleden. Wat je voor een gedeelte deelt met anderen, maar voor een, weet je wel, als je met iemand praten, ja, die is misschien een 20 jaar jonger of 30 jaar jonger, en daar praat je mee, dan ga je er eerst vanuit van dat hij hetzelfde verleden, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja. En dan kan je, daarom, mijn bedoel, kijk, in het heden, toekomst en verleden, beginnen alle twee in het heden, nietwaar? Je bent nou een beetje ingewikkeld voor mij. Nou, dat is niet zo moeilijk. Kijk, morgen, dat is daar. En gisteren is daar. Ja. Dus dat begint zowel het verleden als de toekomst. Oh, ja. Hier. Ja, ja. Ja. Zo zie ik het. Dat is wel filosofisch, ja. Nou ja, zo zie ik dat. En dat verleden hoort ook bij het heden. Weet je wel? En alleen met dat verschil dat uit de toekomst geen bewijzen zijn en uit het verleden wel. En verlang je nog wel eens terug naar... Het oude Rotterdam, of zeg je, Rotterdam is nou... Ja, ik heb nooit een oud Rotterdam gekend, joh. Ik bedoel, ik ben in een gat geboren. Ik bedoel, er was helemaal geen Rotterdam. Dus oké. Maar dat gedoe van dat het vroeger allemaal zoveel beter was, wel een beetje nog. Denk ik, ja joh, lul maar joh. Tevreden man. Allemaal geouwe. Tevreden man. Nou ja, tevreden, ik bedoel. Ik ben niet ontevreden, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar het is een leuke stad. Ja, tuurlijk, dat gaat het doen. Maar dat ook leuk door jou. Maar dat gedoe, weet je wel, van dat klopt allemaal geen leuk. Kijk, vroeger werkte artiesten, had je van die snabbelprogramma's, tegenwoordig bestaat er niet meer. Dan had je een accordeonnummer en een dansnummer en een goochelaar en een buikspreker en een conferencier. Die artiesten hadden dan een auto, dus er werd altijd gepland. Jij met die mee, jij met die mee. En hij reed dus vaak mee met de pico's. Ja, dat was een Rotterdamse accordeonduo, Piet en Co. Maar die Piet was een geweldige man, want die kon enorm vloeken. God, dat is de teer. Dan hadden een paar mensen waar die echt, want bijna iedereen een hekel. En dus hoefde maar even te zeggen, god, die leven voor is toch een aardige vent. En dan had je vanaf Groningen tot Rotterdam kreeg je dus alles om je oren in de meest ordinaire taal. Maar het was enig om daar te luisteren.